Hij is in het zicht van de vaste camera. Binnen de laatste 200 meter. Mathieu van der Poel gaat de koninginrit van de Ronde van België winnen. Mathieu van der Poel gaat morgen de Baloise Belgium Tour winnen. Sauf en Sidan in Brussel. Hij is meer dan klaar voor de Ronde van Frankrijk. En Lampaert hier nog met de actie. Een prachtige overwinnaar van een waarlijke koninginrit in Durbuy. Mathieu van der Poel is de koning van Durbuy. Knap nummer. Een solo van meer dan 30 kilometer tot een goed einde gebracht. Ja. En hier is hij dan, die witte kop. Thibaut Nijs wordt tweede op amper 15 seconden. Derde plek voor Casper Pedersen. Vierde wordt Berend Skjold, die dan wel een optie neemt op de runner-up positie morgen in Brussel. Casper De Buist vijfde.